Vandaag gaan we een vegan mac and cheese maken voor 2 personen. Voor deze mac and cheese gebruik ik grote macaroni, maar je kunt ook gewone macaroni gebruiken. Kook de macaroni een aantal minuten korter dan de verpakking aangeeft, zodat het net niet gaar is. Spoel het na het koken goed af met koud water en laat de macaroni vervolgens uitlekken in een zeef. Dan nemen we wat ongezoet amandelmelk. Hier doen we maïzena ofwel maïzetmeel, edelgistvlokken en wat peper bij. Gebruik een garde om dit goed te mengen, zodat er geen klontjes maïzetmeel overblijven. Verwarm vervolgens al roerend het mengsel tot het dik is. Zet dan het vuur uit en meng er meteen de VioLife kaas en de courgetteblokjes doorheen. Verdeel het mengsel vervolgens over 2 kleine ovenschoteltjes en bestrooi het met nog een mengsel van VioLife en panko. Bak de macaroni vervolgens nog ongeveer 10 tot 12 minuten op 200 graden. En zodra de bovenkant helemaal mooi goudbruin is, kun je deze mac and cheese met lekkere blokjes courgette meteen serveren. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Wil je meer vegan recepten of recepten voor kleine hoeveelheden zien? Geef dit filmpje dan een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.